Het was voor de zoveelste keer weer raak. De muurschildering van Ramses Shaffi op het Servatihuis is helemaal ondergeklad. Nou, vind ik gewoon onnodig. Ik vind het gewoon vernieling. Ik heb er geen andere woorden voor. Het is schandalig. En dat in een stad als Amsterdam en dan het huis waar Ramses Shaffi heeft gewoond. Minachting voor een van de grootste artiesten die we gehad hebben. Hier in deze stad, in Amsterdam, dat iets dergelijks gebeurt, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Ik vind dat best wel erg, want is hij dood? Hier zien we Shaffi nog in zijn gloriedagen. Zijn laatste jaren bracht hij door in het Servatihuis. Maar dat weerhield hem er niet van om veel tijd door te brengen in café Eik en Linde. Waar de eigenaar nog veel herinneringen weet op te halen. De avond hier, hij kwam binnen en hij ging lekker aan de bar zitten. En hij kreeg natuurlijk hard genoeg aanspraak. Ik bedoel, iedereen wilde graag naast hem zitten. En moedigde hem ook op een gegeven moment aan om te spelen. En ik mocht daar absoluut niet tussen komen. Ook al was het soms in het begin niet echt om aan te horen. Maar ja, later werd het echt heel erg leuk. Toch gekoppeld aan hele mooie herinneringen uit mijn jeugd. Ook met mijn ouders en familie. En het is toch iets dat generaties doorklinkt. En ook weer zijn weg heeft gevonden naar mij. Die prachtige liedjes van hem en hoe hij alles deed. Toen ik in Amsterdam en heb hier gezeten, dus dat weet ik wel. Dus. En voor de rest, ja. Swami Ramses is hij altijd. Over de oplossing van de bekladdingen zijn de meningen nog verdeeld. Het zou fijn zijn als er iets van een bordje komt met ter nagedachtenis van Ramses Shaffi. Dat mensen tenminste weten dat het iets betekent voor veel, veel mensen. Twee handhavers. Dag en nacht. Beetje duur, maar ja. Wat bestelde die vaak? Ja, daar mag ik niet zo veel over zeggen natuurlijk. Nou, wel alcoholische drankjes in ieder geval. Kijk omhoog, Sammy. Kijk omhoog, Sammy. Want... nou ja, goed, ik word nu verlegen.